Dag dames en heren, welkom bij 75 jaar vrijheid. In het spoor van de bevrijders zijn we vandaag aangekomen in Warnsveld en Zutphen. Plaatsen die het in de laatste oorlogsweek behoorlijk te verduren hebben gekregen. Warnsveld wordt getroffen door een V1 en Zutphen komt in de frontlinie te liggen. En dat betekent dat de bewoners van Zutphen dagenlang in de kelder zitten, omdat daar de strijd van huis tot huis en van straat tot straat wordt gevoerd. En deze witte helm die heeft daar alles mee te maken. Jean Kreunen vertelt straks het verhaal bij die witte helm. Lotte die schreef een brief aan de bevrijder. En we eren vandaag James George Todd. De bevrijding van Zutphen is niet het verhaal van blije mensen die met vlaggetjes langs de kant van de weg zwaaiden. Het is het verhaal van keiharde strijd. Want Zutphen moet huis voor huis en straat voor straat veroverd worden, omdat fanatieke jonge Duitse soldaten tot het bittere eind door willen vechten. Als de stofwolken zijn opgetrokken, blijkt de schade enorm. In het Zutphen van toen is verslaggever Annemieke Schakelaar. De eens zo trotse watertoren van Zutphen heeft het de laatste dagen van de oorlog zwaar te verduren gehad. Tot 3 keer toe hebben de Duitsers geprobeerd hem op te blazen. Tot 3 keer toe is dat mislukt. Het tekent de felheid van de strijd om Zutphen. Want als de Canadezen ergens sterke tegenstand hebben gehad, is het wel hier aan de boorden van de IJssel. De stad wordt fel verdedigd door SS'ers en leden van de Hitlerjugend die van plan zijn te strijden tot de laatste man. De afgelopen 3 dagen zijn er vanuit 3 kanten aanvallen uitgevoerd. Onder andere vanuit Baak en Vorden. Maar de verdediging is elke keer te sterk. Alleen met een omweg via Almen lukt het de Franstalige soldaten om via de noordkant de stad binnen te komen. Een hele klus, want de Duitsers hebben alle bruggen vernietigd. En al die tijd zitten de Zutphenaren in de frontlinie. Na 3 dagen vechten konden ze vandaag hun kelders verlaten en met eigen ogen zien wat voor puinhopen er zijn achtergebleven. Zutphen is bevrijd, maar moet daar een hoge prijs voor betalen. Want ook de brug over de IJssel is door de Duitsers op hun terugtocht vernietigd. En aan de overkant van de rivier, in het stadsdeel De Hoven, wordt helemaal geen feest gevierd. Want dat is nog steeds bezet. Aan de kant van de bevrijders, het Frans-Canadese regiment, vallen 56 slachtoffers, waarvan 17 dodelijke. En nu het langzaam stil wordt in de stad, wordt ook duidelijk hoe de Duitsers hebben huis gehouden. Op 31 maart worden hier op de IJsselkade 9 verzetsmensen doodgeschoten, terwijl de bevrijding onder handbereik was. Drie dagen voor de bevrijding van Zutphen werd Warnsveld bevrijd. Truus Kreijne-Wagenaar was 25 jaar toen ze de bevrijding in Warnsveld meemaakte. Het was al een paar dagen onrustig, met veel geschiet in de verte. Samen met haar verloofde en de rest van de familie bracht Truus veel tijd door in de kelder. In die tijd hield ze een dagboek bij waarin ze alle belevenissen nauwkeurig opschreef. Ja, kijk, je vergeet het nooit. En het heeft natuurlijk allemaal zo'n indruk gemaakt dat je kan het precies nog navertellen. 25 jaar was Truus Kreijne-Wagenaar tijdens de bevrijding van Warnsveld. En nu, op haar 100ste, weet ze zich die ene dag nog precies te herinneren. Donderdag 5 april. Gistermiddag om 1:30 moesten we de kelder in vanwege de schieterij. Woensdagavond kwam er nog een stuk of wat moffen om ons huis lopen. We waren doodsbang voor de verdediging van ieder huis. Er was een deur en je kunt wel zien, dus een open vlakte. En daar keken ze uit, maar wij zaten intussen in de kelder, want er werd flink geschoten. Ik heb geen oog dicht gedaan. In de ochtend begon het weer hevig. We hoorden aan het mitrailleurvuur dat ze dichterbij kwamen. En op een gegeven moment begonnen die geallieerden te schieten. En dan gingen ze zo prrr, over dat plein. En dan was het even stil en dat wisten wij niet. Maar dan liepen de 6 Canadezen over. En dan deden ze weer prrr, en dan gingen er weer 6. En zo kwamen ze dus in de straat. Ze sloegen het keukenraam in. Jan vloog de trap op. We zaten hevig in spanning. Toen schreeuwde Jan, het zijn Engelsen. We lachten en huilden. Het was een ontroerend ogenblik. En toen waren we vrij. Ongelooflijk. Het is niet te beschrijven. En toen kwam er een tank. Hier staat mijn broer Jan. En dat is mijn broer Wim.
En toen werd er op een gegeven moment geschoten van de overkant van de IJssel. Dus die soldaten die doken in de tank en mijn beide broers hebben daar aan de achterkant op de grond gelegen. Eigenlijk was het nog een wonder dat ze daar goed afkwamen. Want er werd overal wel geschoten, hoor, ook door de Duitsers, op publiek. Uitbundig feest werd er natuurlijk niet gevierd, want er werd alsmaar gevochten. Het was een hele rare dag. Op deze foto, daar zie je aan de overkant de vlag al hangen. En dat is dit de foto waar mijn moeder op staat. Och, die was toch ook zo blij. We kregen 7 Canadezen ingekwartierd. We hebben ze aan alle kanten uitgehoord. Hier, deze foto. Daar sta ik ermee in de tuin. Als ik het nu nog lees, denk ik, hoe is het mogelijk? Dan ben je nog wel verbaasd wat er allemaal gebeurd is. Ja, Ineke Hissing, kenner van de geschiedenis van Warnsveld en Zutphen en lid van het comité herdenkingen. Die mevrouw, die we net hoorden, 100 jaar, hè? Zeker. Respectabele leeftijd. Ja, en dan nog zo helder vertellen. Want ik moet eerlijk zeggen, ik krijg echt een beeld bij wat ze vertelt. Ja. Hevige strijd in Warnsveld en Zutphen. Warnsveld lag natuurlijk als buffer in het verdedigingsfront voor het strategische Zutphen. Zutphen was heel belangrijk voor de Duitsers om die te behouden. Vanwege de IJsselbrug en de spoorwegverbindingen. En toen de bevrijders kwamen, lag Warnsveld daar eigenlijk als een buffer voor. De Duitsers hadden zich op het laatst allemaal daar goed ingegraven in de loopgraven in de stellingen. Mm-hmm. En vingen eigenlijk de eerste klap op. Dus de eerste strijd in Warnsveld. Vervolgens gingen ze naar Zutphen en daar duurde het nog een tijd. Ja, daar duurde het nog een hele tijd. Je kunt dus eigenlijk zeggen dat de hele gemeente Zutphen eigenlijk in 4 of 5 etappes bevrijd is. Eerst een hevige strijd rondom Leesten. Meer dan 35 boerderijen totaal vernield en uitgebrand. Rondom Leesten en de psychiatrische instelling Het Groot Graffel. Maar letterlijk van deur tot deur, van straat tot straat, moest die stad veroverd worden. Moest door die stad veroverd worden en voortdurend eigenlijk de granaten op de stad. Ja. En na al dat geweld, hè, zowel in Warnsveld als in Zutphen, was er dan toch die bevrijding. Was er ruimte om te vieren? Nou ja, mevrouw Wagenaar zei het net al in dit filmpje. Om het te vieren was maar kort. Want omdat het zo lang duurde tot uiteindelijk de hele stad bevrijd was. Neem maar even als voorbeeld de binnenstad, 8 april, zondagochtend, bevrijd. Maar een paar uur later werd er toch weer geschoten. En het duurde nog een week voordat ook de wijk De Hoven bevrijd was. En voortdurend was er ondertussen nog gevechten aan de gang. Ja, en dan was er natuurlijk ook nog het drama in Warnsveld daarvoor geweest. Die V1-bom met ook veel slachtoffers. Als je dat allemaal in je achterhoofd hebt, dan is het denk ik lastig om echt met feestvreugde de straat op te gaan. Hè? Ja, dat was zeker zo. Eigenlijk kun je zeggen, Zutphen en heel Warnsveld lag in puin. Zutphen natuurlijk in oktober nog een groot bombardement. Of eigenlijk 2 bombardementen gehad. Dus dat lag al in puin. Letterlijk van huis tot huis. Er stond bijna geen huis meer fatsoenlijk overeind. En al die slachtoffers, die burgerslachtoffers ook. En ook in Leesten, boerderijen en De Hoven. De laatste nacht voordat De Hoven bevrijd werd, nog bijna 16 mensen door verschillende fosforbommen omgekomen. Onvoorstelbaar, hè? Zo dicht tegen de bevrijding aan. Ja. We praten straks verder. Op de dag dat Warnsveld werd bevrijd, sneuvelde bij Laren een 35-jarige Canadees. Wie was deze James George Todd, die zijn leven gaf voor onze vrijheid? James George Todd komt uit Paris, Ontario. Tot zijn 13e gaat hij naar school. En daarna moet hij, zoals zoveel jongens van zijn generatie, aan het werk. Geld verdienen. Eerst thuis, op de boerderij, waar hij de oudste is in een gezin van 4 jongens en 2 meisjes. Hij werkt als boerenknecht, doet aan machineonderhoud, werkt bij de aanleg van wegen en is stoker op een locomotief. Een man van plichten meer dan van het avontuur. Maar toch meldt hij zich in 1943, hij is dan al bijna 35 jaar, als vrijwilliger voor het leger. In zijn aanmeldrapport wordt hij beschreven als een ongetrouwde man met een gemiddelde bouw. Hij is geen sportman en doordat hij zo vroeg van school moest, is zijn intelligentiescore lager dan gemiddeld.
Todd komt bij de Black Watch, het Royal Highland Regiment of Canada. Op 24 september 1944 zet hij voet op Franse bodem. Als zijn eenheid op 31 oktober zwaar onder vuur komt te liggen, lijkt de oorlog over voor hem. Hij raakt gewond en wordt afgevoerd. In zijn dossier komt zelfs te staan dat hij is omgekomen. Maar hij is niet dood, maar ligt in het ziekenhuis. Na zijn herstel komt hij op 18 maart 1945 terug bij zijn eenheid en wordt ingezet bij de bevrijding van Gelderland. In Laren wordt hij getroffen door Duits vuur en is op slag dood. Sadly missed by father, brothers and sisters. Ja, Jean Kreunen, elke dag is hij bij ons met een voorwerp waar een verhaal aan vast zit. Nu zie ik, Jean, een witte helm. Een witte helm met een bizar verhaal, hè, geloof ik. Ja, absoluut. Dit is de helm van Pieter Thesing. En hij was brandweerman in de dagen dat Zutphen in de frontlinie lag. Je weet zelfs de naam, je weet van wie die is. Ja, hij heeft mij persoonlijk overhandigd. Hij had zijn nichtje instructie gegeven om het verhaal achter de helm op te typen. Zijn zoon kwam binnen. En die zegt, wat zijn jullie aan het doen? Ja, ik moet van opa dat verhaal vastleggen. Maar als opa er straks niet meer is, dan moet die helm naar Hengelo, naar het museum. En toen zegt die zoon, maar waarom breng je hem nou nu niet? Nu je er zelf bij bent. Toen hebben ze het verhaal wel vastgelegd. En toen hebben ze de helm bij mij afgegeven in het museum, waar Pieter Thesing zelf bij was. Ja, maar er zit een kogelgat in. En daarom vroeg ik, je weet zelfs van wie die is. Want ja. Hij heeft het dus overleefd. Hij heeft het overleefd. Hij heeft een schampschot gehad. Hij was het ziekenhuis in Zutphen aan het evacueren. Wat natuurlijk ook compleet in de frontlinie lag. En terwijl ze de gewonden op ladders, op brancards, op alles wat maar transportabel was, naar buiten brachten, werd hij door een Duitse sniper beschoten. En die schoot hem aan de voorkant in de helm en aan de zijkant eruit. Zijn hoofd werd iets geketst. Het bloed liep ook naar beneden. En na zijn dienst is hij door de straten, zeg maar, door de frontlinie naar de buitenwijken gelopen waar hij woonde. En dat was eigenlijk al vrij. Daar zaten de Canadezen. Die zagen wat hem was overkomen. Die vroegen waar dat was gebeurd. Er kwam een kaart op tafel. Hij legde het uit met handen en voeten. En een Canadese sectie die ging de stad in en die heeft daar die Duitse snipers opgeruimd. Dus dat, uiteindelijk hebben ze nog te pakken gekregen, de schutters? Dat is wat Thesing mij vertelde. Maar hoe bijzonder dat jij inderdaad de man die hem op had, de helm, dus nog ook gesproken hebt. Ja, absoluut. Hij heeft het gewoon overleefd en heeft echt een hele geluksdag gehad. Een engeltje op zijn schouder. Ja, en jij zegt dat verhaal moet opgetekend worden. Dat is ook opgetekend. Bewaar jij dat dan ook? Of heb jij puur het voorwerp in bewaring? Nee, dat heb ik altijd gedaan. Ik heb altijd de objecten met de verhalen vastgelegd. En dat is altijd ook de kracht van mijn verzameling geweest. Goed, nou, wij hebben het verhaal in ieder geval nu uit jouw mond gehoord. Dankjewel, Jean. Mooi. Dat vrijheid niet zo vanzelfsprekend is als wij denken, dat merken we nu misschien wel extra tijdens de coronacrisis. En dan zijn wij alleen nog maar in onze bewegingsvrijheid beperkt. Over hoe dat nu voelt, schreef de 12-jarige Lotte een brief aan één van onze bevrijders van toen. Beste bevrijder, 5 jaar lang vol pijn en verdriet. De vernietiging van miljoenen Joden, de dood van verzetstrijders, militairen en burgers. 5 jaar lang. Dat ik leef in een tijd waarin ik vrij ben, waar ik naar school en naar voetbal kan gaan, daar heb ik veel geluk mee. Dit is een tijd waarin de meeste mensen gelijk worden behandeld. Dat ik nu leef is fijn, maar ik weet ook dat dat niet altijd zo geweest is. Hoe moet dit voor u geweest zijn? Eerst krijg je te horen dat je in dienst moet, weg bij je familie en je vertrouwde omgeving. Ik kan me niet voorstellen hoe spannend het geweest moet zijn. Vechten tegen het Duitse leger om mensen te helpen. Je mag zo trots zijn op jezelf. Ik weet niet wat u precies heeft meegemaakt en waar u heeft gevochten, maar overal was het zwaar. En dan, als er na een lange, bittere strijd gewonnen werd, dan is het groot feest. De straten lopen vol met juichende kinderen, vrouwen en mannen. Veel mensen hebben zoveel respect voor de soldaten. Nu wij de afgelopen weken steeds minder mogen door het coronavirus, realiseer ik mij hoe belangrijk het gevoel van vrijheid is. Ik mag nu 3 weken niet naar school, maar de oorlog duurde wel 5 jaar. Zoveel respect heb ik voor de mensen die ons land en de andere bezette gebieden hebben bevrijd. Dank u wel. Vriendelijke groet, Lotte. Ja, ik sta erbij stil wat vrijheid betekent, omdat zeker nu in deze tijd met het virus
ik erachter kom hoe normaal het eigenlijk is om je vrij te voelen. Om te kunnen doen wat je wilt. Ja, Ineke, een mooie parallel hè, tussen vroeger en nu, juist in deze tijd. Zeker in deze tijd waren we toch stilstaan. Op allerlei manieren staan we eigenlijk nu stil, ja. Ook in die coronatijd. Ja. Maar dat geeft ook wel tijd om reflectie terug te kijken op de oorlog. En hoe dankbaar we toen waren, toen de bevrijders kwamen. En dat je in ieder geval weer vrij kon bewegen. Ja, toen de bevrijders kwamen, gingen we vieren. Er wordt natuurlijk ook altijd nog herdacht. Want we hebben het net al over gehad, er zijn veel slachtoffers gevallen. Ook in Zutphen en Warnsveld. Ja. Als er in Zutphen en Warnsveld herdacht wordt, bijvoorbeeld Warnsveld. Wie en wat wordt er dan herdacht? Alle monumenten in de gemeente Zutphen zijn geadopteerd door de scholen. Dus bij ieder monument hebben we altijd een herdenking. En dan gaat het ook met name om de mensen die daar de strijd of het leven, de strijd aangingen en het leven daarbij lieten. En natuurlijk staat voorop onze bevrijders, de Canadezen, die toch maar zo hun leven gaven. Ja, en Warnsveld kan ik me voorstellen, burgerslachtoffers, daar heb je die tekening ook van bij, hè? Ja, op verschillende momenten. In Warnsveld onder andere de V1-ramp. Vernietigingswapen, de V1, de vliegende bom, kwam terecht op het dorp Warnsveld. 21 huizen, volledig verwoest. 12 dodelijke slachtoffers. En dat was natuurlijk een groot drama, een week voor de bevrijding. Die tekening, daar zijn de vernielde gebouwen en de V1 op te zien. Ja. Wie heeft dat gemaakt? Deze is gemaakt door de destijds 15-jarige Jelmer Stellingwerf. En het huis van het familie Stellingwerf was op dat moment verwoest. Eigenlijk konden ze niet meer wonen. En op dat moment, in die week daarna, heeft hij deze tekening gemaakt. En op 5 april, een uur voor de bevrijding, is zijn vader en zijn buurman zijn nog door de Duitsers doodgeschoten op de vlucht. Dramatisch verhaal. Echt een dramatisch verhaal. Jean, herdenken, vieren, het gebeurt allemaal overal. En ik heb de indruk in steeds sterkere mate ook, hè? Ja, dat merk ik ook. Zeker bij de 4 mei-herdenkingen zie ik steeds meer jonge gezinnen met hele scharen aan kinderen. En wat mij opgevallen is de afgelopen jaren, ik word heel regelmatig geïnterviewd door leerlingen die voor school projecten doen. En dan gaat het heel vaak over de oorlog. Of ze willen wat spullen lenen en ze leskistjes maken en werkopdrachten. En er is echt heel veel belangstelling voor. En ik geef ze altijd maar 1 devies mee. Ik zeg, je mag me interviewen, je mag spullen lenen. Ik zeg, maar er zit een eis aan, je moet minimaal 9 halen. En tot nu toe hebben ze allemaal 9 of hoger gehaald. Dat is een goede eis. Ineke, het is mooi om te zien. Hè? We zagen net Lotte met haar brief, wat Jean nu vertelt, dat de jeugd het langzamerhand overneemt. Hè? Ja, dat is zeker zo. En daar werken we ook binnen de gemeente Zutphen heel hard aan mee. Om het verhaal te blijven vertellen waarom we blij moeten zijn dat we in vrijheid leven. En wat voor ellende dat heeft opgeleverd in de oorlog, helaas. Ja, en als het dan niet opgelegd wordt aan die kinderen, maar dat ze ook echt interesse hebben, dan vergemakkelijkt dat die taak wel, hè? Ja, zeker. Ja, en dat is binnen Zutphen en Warnsveld ook heel erg actief. Alle leerlingen doen vaak mee aan allerlei projecten waar we ontzettend blij mee zijn. Ja, belangrijk. Ja, om toch stil te staan bij de oorlog. En dan helpt het als je een verhaal hebt, zoals bijvoorbeeld in Warnsveld, wat iedereen direct raakt. Ja. En wat je eigenlijk nooit meer vergeet. Nee, zeker niet. Nee. Ineke, dank je wel. Morgen zijn we er weer en dan strijkt onze karavaan neer in Eibergen. Wilt u nog meer terugzien en lezen? Dan kan dat op onze website. Op ons YouTube-kanaal kunt u ook nog de langere versies van onze reportages terugzien. Bedankt voor het kijken en tot morgen.